die man die hier woont. Vooral die man die hier woont. Landgenoot, 5 jaar cultuur bij je buur. Bas Willem en ik doen al 5 jaar mee. Alleen vandaag niet, want ik ben er niet bij. Normaal zijn we Bas Willem en ik. En vandaag zijn we Bas Willem en ik niet. Ik is Reinier, dat is Reinier Groenendijk. Die zit een halve straat verder op Smartlappen te zingen. Nou, u begrijpt, we hebben Reinier dus royaal gerooieerd. Want dat pikken we niet. Morgen krijgt hij nog 1 kans. Dan staan we in de meest afgelegen wijk van Apeldoorn. Daar stonden we vorig jaar toevallig ook. Op de 32e verdieping van een of ander appartementencomplex. Welke wijk is dat? Welke wijk? Zuidbroek. Heel ver weg. En tegen Zwolle aan. Gezien de omstandigheden was de opkomst fenomenaal. En het maakt in ieder geval het samenstellen van het programma voor vandaag heel gemakkelijk. Ctrl A, Ctrl C, Ctrl V. Alles selecteren, kopiëren, plakken. Doen we het vandaag met z'n tweeën. We lezen niks voor uit dit boek. Dit boek heet Bas, Willem en ik en is helaas nog volop verkrijgbaar. Het is een heel bijzonder boek. Er zijn er maar 100 van gemaakt, zeer bibliofiel. Het is al 4 jaar oud en we zijn er 4 jaar nog steeds niet uitverkocht. Er komt, normaal gesproken kost het boek 132,95. Maar vandaag, omdat cultuur bij je buur, omdat cultuur bij je buur 5 jaar, omdat Bas, Willem en ik, omdat bij Bart, doen we hem weg voor de ramsprijs van 10 euro. Ja? En dan willen we er ook nog wel wat inzetten. Iets leuks, signeren. En het aardige is dat het niet sowieso al een verzamelobject is, maar dan helemaal, want Reinier staat er dan niet in. Ja? Okay. We zullen hem wel krijgen. Ja, precies. We zullen hem krijgen. Bas, Willem en ik niet. We gaan beginnen. Ik geef heel graag het woord aan Willem Bierman. Je gaf mij toch een woord? Zie. Geef niks. Hey, zoek een plek. Oh. Heeft Bart dit allemaal gezien? Nee, dat is weer dagelijks. Dames en heren, ik ben in mijn leven 2 keer in Parijs geweest. En dat was in de jaren, eind jaren 60, begin jaren 70. En ik heb daar ooit een paar gedichten over geschreven en die kwam ik weer eens tegen. En toen denk ik van, nou, het is allemaal wel goed. Ik ga er even naar kijken en ik heb een paar dingen herschreven. En ik heb daar althans op verzoek van een bibliofiele drukker een bundeltje van gemaakt. Er staan 10 gedichten in en ik bedoel, je bent met een paar minuten ben je klaar hoor. Dus het valt allemaal wel mee. En de gedichten zijn ook nog wel te behappen ook, denk ik dus. Ik wou ze gewoon voorlezen. Het heet, de hele cyclus heet Parijs voor beginners. Het eerste heet Tour Eiffel. Ik bedoel, alle dingen zijn volkomen herkenbaar. Want iedereen die naar Parijs gaat, zeker voor de eerste keer, die ziet die dingen die hier boven die gedichten staan. Tour Eiffel. Daar is hij zomaar ineens bij het omslaan van een hoek. Als een grote maan voor een slaapkamerraam. We vergapen onze monden tussen de machtige benen. Kijken naar hen die langzaam het lichaam binnendringen. Er met stalen gezichten afstand van nemen. Zo van, we zijn er wel geweest, maar het is ons niet aan te zien. Arc de Triomphe 1. Ledemateloos lichaam, zullige romp op Place de l'Étoile. Grauw opdoemend na het verlaten van de metro. Met zwenkend hoofd oversteken, willen liever niet het leven laten, weten ook niet hoe of wat, nee, ja, hinken op meer dan 2 benen. Iemand gilt, we kijken om. Om dan met een 1, 2, 3 in godsnaam en met gesloten ogen. Een mooiere dood is voorstelbaar. We hadden meer gezegd moeten hebben, misschien wel een van de generaals. Wier namen in de muren gegraveerd staan, onderstreept indien in de strijd gevallen.